Bob, we weten allemaal, want dat heb je geregeld verteld, dat jij heel lang conciërge bent geweest. Van het gymnasium van Arganum. Ja, en dat 40 dienstjaren. Heb je met bijzonder veel plezier gedaan. Dat heb ik heel veel plezier gedaan. En wat ook leuk is, dat de rector van de school, dat was de heer Bierman. En deze man, dat was een fantastische vent, ook voor de school. En wij waren als ware vrienden, want als de beslissingen genomen werden, zei hij altijd, Bob, wat denk jij? Ja, zo. Die kinderen waren nog wel eens vervelend, of die jongelui, hè. En dan werden ze naar beneden gestuurd en dan kwam het naar beneden. En dat rotwijf en de rotvent, dit en dat. En zei, ja, maar wacht even. Wat heb jij dan gedaan? Ja, maar ik heb dit en dat. Dan kregen ze van mij meestal een bakje koffie en een bakje thee. En dan werd dat uitgesproken. En dan had een van de leerkrachten had gezegd, ja, laat hem maar lekker het speelplaats schoonmaken. Zei ik, nee, dat gebeurt niet, want je bent hier op school om te leren. En jij gaat je huiswerk maken in de hal. En tot heden toe, hè, ik ben nou een dagje ouder, ik heb nog steeds contact met de leerlingen en iedere keer halen ze het naar voren over hoe ze ook was. Ja, leuk hè? Ja. Wat ik ook nog wilde vertellen, we hadden daar een schoolkat. Dat is Nico de Kat. En die... Die kat, die had de gewoonte om altijd bij mij op mijn bureau te zitten, in mijn kantoortje. Een hele grote, rode, dikke kater. En dan zat hij op de hoek en dan zat hij iedereen te bekijken die binnenkwam. Hè? En dan was het, meneer Huwet, wij willen wat gekopieerd hebben. Ja, oh, dat kan wel, natuurlijk kan dat. Ik zei, maar ik moet wel even om Nico vragen, de kat. Mm. Oh, ja, en wat deed ik dan? Dat deed ik achter zijn staart, krabbelde ik je zo. En dat deed hij zo. En die kinderen geloofden dat ook. Hè? Dus Nico de Kat was de baas. Er zijn leerlingen, die komen nog steeds bij mij thuis. Want er zijn natuurlijk ook, ja, einde 40 zijn ze nou. En als er een kleintje komt, dan komen ze bellen ze op. Dan zeggen ze, meneer Huwet, we komen nog even de kleintje even laten zien. Ja. En dan komen ze op visite. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. En Bob, je wilt nog iets vertellen over een prachtige dag die jij op 11 december hebt mogen meemaken. Hè? Ja. Dat was van de vereniging, hoe ik het zeggen moet, KPN. Contactfonds. Ja. 16 jaar geleden heb ik toen een ontmoeting gehad met Frans Bauer. En Frans Bauer, dat was ik heb hem eigenlijk twee keer ontmoet. En het was eigenlijk mijn wens om hem nog een keer te zien. Wat heeft die vereniging gedaan? Die heeft mij uitgenodigd. En wieso? We zijn met een Mercedes-taxi zijn we erheen gegaan. Wij voelden ons net een koningin en de koning. En hij komt eraan, Frans Bauer. Hè? Denk ik bij, nou, ik had er echt niet op gerekend hoor. Nou, dat heeft me zeker ontroerd. En fijn, hij heeft gezongen. Heb je even bij mij, hè? Misschien kun je dat wel even laten horen. Dat lijkt me best leuk even. Heb je, ja, ja. Alsof hij speciaal voor jou was. Ja, Peter, ik zou je vertellen, hij komt binnen. Toen zeiden ze tegen mij, er zit een presentator in de hal, in de zaal. Van Midfield Radio, dat zeiden ze ook. Hè? En ja, en wie is dat? Ja, ik ga nog staan. Hé, hey, zegt hij, ik ken jou. Hij wees me gelijk aan. En hij is even later kreeg ik de kans om met hem te praten bij het publiek erbij. Dus ik heb verteld dat ik bij de radio zit en dat en dat. En de heb Wies, die heb haar boek die ze geschreven heeft, die heb ze aan hem gegeven. Want het is namelijk zo, er staat ook een heel stuk over hem in van 16 jaar geleden. Mm-hmm. En hij was er zeer dankbaar voor. Ik heb tegen hem gezegd, Frans, jij hebt hele lieve kinderen. Laat ze dat boek lezen en dan kunnen ze kijken dat niet altijd goud en zilver is. Dat er een heleboel andere dingen in het leven is. Hij zei, Bob, zegt hij, dat ga ik doen. Het was heel groots. Ja. Hè? En hij zei, geef me wat, zei hij tegen mij, hoe is het met je gezondheid? Ja, het is niet goed. Maar nee, hij was er heel erg emotioneel door. Ja. Ja, hij werd heel erg emotioneel. Ik natuurlijk ook, zat erin. En daar heb iemand daar een foto van gemaakt. En als je die foto ziet, dat is ongeloofwaardig hoe ontzettend die kijkt dat ik ziek ben. Ja. Weet je wel.
En zo heb ik hem. Dat is een foto die je voor jezelf houdt. Nee, maar, die komt niet op Facebook. Maar er is ook een hele mooie foto gemaakt van Wies en van jou en van Frans Bauer. Ja. En die heb je wel op jouw Facebookpagina gezet. Ja, die wel. Ja. Ja, ik ben er dankbaar dat ik die man nog een keer ontmoet. En ja, wat moet je verder zeggen, hè? Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij.